De politie van Antwerpen neemt uh, oproepen voor kidnapping zeer serieus, zullen we apart. Oh, ja. Naar het schijnt, komen die met een SWAT team uh, binnengevallen. Dus Allee, vertel jullie verhalen. <laughs> dus op een mooie dinsdagavond. Uh, ik zal even schetsen hoe onze avonden er meestal uitzien. Ik ga slapen Me? tegen. Half elf, elf uur ik, in bed ik lees nog een beetje, ik kijk nog een beetje serie. Ik val redelijk snel in slaap, ik slaap ook echt heel vast. Uh, ik word niet snel wakker van lawaai. Jonas valt meestal later in slaap, tegen half twee, twee uur. Uh, maar die wat? nacht... slaap jij... Heyo. En wanneer is je op? Zou je wat onderbreken? <laughs> uh, half tien. Oh, oké. Okay. Ja. ja. Vijf en het Dus ons dagritme ligt ook echt zo drie uur uit elkaar of zo. Ik vind dat wel goed. En die nacht, uh, dus Jonas was om twee uur nog niet aan het slapen. Maar misschien moet jij dat stukje vertellen, wat dat je dan gehoord had. Uh, of? Normaal is de bovenbuur vrij stil tussen twaalf en twee. Uh, maar je hoort zo een deur slaan en een beetje slepen. En hij gaat weg om één uur. Wat een beetje. Dat is niet ver... super abnormaal. Maar... maar op een dinsdagavond toch eerder apart. En komt dan, ik denk een uurtje later terug met, uh, met twee of met drie. Met een vriendin. Met zijn vriendin, uh, die daar soms nog wel is. Uh, ja, oké, okay, dus niks super abnormaal, maar goed, die zijn, hij is daar zeker terug op zijn appartement met, uh, met zijn vriendin. Uh, Jonas valt ook in slaap. Uh, dan ineens om half vijf worden wij alle twee wakker van een keileuk, uh, keiluide bonk van op het plafond boven ons. Maar echt zo luid dat ik zo wakker schrik van wat is er aan de hand. En ik slaap met industriële oorplugs, ja. dus ik hoor niks. Maar... Ja. En dan zien we door de deur, uh, er is een deur in onze slaapkamer, waar daar van boven zo'n beetje venstertjes in zijn. Uh, we zien daar zo licht doorschijnen, maar dat is duidelijk niet het licht van de gang, dat is het licht van zaklampen. Wow. Ja, een beetje, een beetje raar. Ik hoor ook, ja, we horen gestommel boven, we horen Tenne. wat praten en zo. Ik hoor een Antwerps accent, dus ik denk, ah, dat is misschien onze onderbuurman die aan het praten is uh, met één van boven dus ik doe mijn kleren aan ik doe de deur open om te kijken van misschien kan ik ook iets helpen of zo misschien is er iets met, met dat meisje of zo gebeurd um, dus ik doe de deur open staat daar niet de onderbuurman maar staat daar zo een politie van het swat team uh, in volle volledig in zwart uit ja wow. uitvoering mijn met beschermvest mijn met helm met zo'n rood lampje met uh, een wapen ja. Ja. En die, Bij alle thuis. Ja, ja. Ja. En die zei dan, nee, 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 alles is in orde. Uh, het is oké. Okay. Okay. <laughs> ik doe terug de deur toe. <laughs> ik ga maar slapen. Ik ga maar <laughs> slapen, <Ik ga lacht> Even binnenzetten. Ja. Ondertussen ja, superveel adrenaline, want dat was ja, spannend. Dat echt... uh, ik denk dat die zeker mijn vier of mijn vijf van die uitgeruste mannen binnen waren. Buiten stond er ook nog een politiecombi met een gewone politie, met, ja, ik denk, commissaris of zo, dat de uitvoering aan het... Uh, ja, regelen was. De administrators. <laughs> uh, ik doe de deur zo'n beetje open om een beetje af te luisteren wat ze aan het zeggen zijn. Uh, en ik hoor dat er een door de radio zegt tegen die dan nog boven waren: van, ah ja, Hij is met veel geweld meegepakt uh, en zij is ook mee naar het, uh, het politiebureau. Ondertussen was het al vijf uur of zo. Uh, ja. ja, die lopen zo nog kei vaak op en af met hun, ja, met hun zaklampen dan, met hun rode lichtjes. Dus met... van twee tot vijf zijn die bij jullie geweest? Nee, nee, nee. Om twee uh, om was half hij terug vijf. thuis. De politie is om half vijf binnengevallen. Ah, oké. Okay, ja, ja. Ja, ja. En dan om vijf uur waren hmm. zij twee weg. Die uur zijn er weg. toch in totaal zeker een uur, ja, anderhalf een uur. uur geweest? Ja. En... en wat was dat dan? Ja, wacht. Uh, <laughs> ah. Dat was... verjaardagscadeau <laughs> ja, <is> <laughs> En dan waren ze. Maar <laughs> Roleplaying naam... role extreme. <laughs> Dat zal nog. <laughs> uh, en dan hoorden we zo nog eens stommel boven. Duidelijk, alleen we dachten dat die misschien een huiszoeking aan het doen waren, naar verboden middelen op zoek aan het gaan of zo. Ja, dat dachten we. Um, ook soms wel eens. Yeah. Eentje allee, of ja. Eentje. Kijk, vriendelijke boodschap. Ja, vooral dat ik niks op de Ik uh, ja. um, ben niet op de dag. <laughs> Ja, en het staat weer op de podcast. En, in, dan... in zijn jacuzzi op het terras. Kom, maar. Was dat was het appartement? Het was nou waag. Ja. Ja. Tegen 20 na 5, om de tijdlijn verder te zetten, hoor ik zo. Ge... Als ze daar boven in de deur, ja, het had opengebroken. Open ja, ik denk die deur terug gebarricadeerd of zo, maar ik dacht: ja, oké, okay, ik ga ochtends wel gaan kijken wat ze daar geïnstalleerd hebben. Um, dus de volgende ochtend, ik word wakker, ik uh, ga boven kijken, hadden ze daar een hangslotje op zijn deur gehangen. Nog wel allee, attent om zijn deur toch nog terug op slot te kunnen doen. Um, Ondertussen was ik ook heel de hele tijd aan het sturen met onze onderbuurvrouw. Um, want die, die had mij ook gestuurd van ah, weet je wat er gebeurd is? Ik zeg ja, nee, helemaal niet. Die hadden ook s'nachts de politie gebeld, want ze hadden gehoord toen dat de politie beneden was binnengebroken, de deur had geforceerd. Ze hadden toen naar de politie gebeld en gezegd van, ah ja, we denken dat er inbrekers zijn. De politie vroeg, ja, waar is uw adres? Ze zegt ons adres. En dan zeggen die, ah nee, dat zijn wij. Dus geen zorgen. Dat zijn we zelf. En blijkbaar had hij ook gebeld, de bovenbuur had ook gebeld. Ja, dat is wat dat is. Zei zij, zij hij, en dat zou ook. Zij, ja. Dus wij nog altijd ervan uitgaan dat dat een drugsverhaal is. Uh, ik werkte van thuis de dag erna. Um, om één uur gaat de bel zowel bij ons verdiep als onze onderverdiep en de onderbuurvrouw was ook terug thuis. Dus we gaan alle twee naar beneden en uh, is dat daar onze bovenbuur en zijn vriendin daar voor de deur staan. Ja, die hadden obviously een sleutel niet meegenomen die nacht om uh, terug binnen te geraken. <laughs> dus we doen de deur open. Die komen binnen. Ja, natuurlijk. Het eerste wat ik vraag is alles oké. Okay? Het tweede wat ik vraag is wat is er gebeurd? Je kent die mensen goed. We uh, sturen mensen. daar wat af en toe zei, mee ja. om te vragen om de muziek zijn te doen. Het zijn eerder nachtmensen. Ja. Ja. Ah, ja. Okay. Maar op zich vriendelijke ja. ja. mensen, niks te Dus ik vraag, me, ja, wat is er gebeurd? Uh, en zij antwoordt dan, ja, hij was verdacht. Uh, ze dachten dat hij mij ontvoerd had, dus gekidnapt, gekidnapt had. Maar ja, dat is een koppel, hè? Ja. ja. Allee, ja... Een beetje, een beetje raar. Um, dus hij zou zo gezegd haar ontvoerd hebben en daarmee ook dat er zo'n mega inval was met wapens. Mm -hmm. en met... Raar verhaal toch, hè? Ja. Dat, je zo... uh, dat is yeah. toch echt geen verklaring? Nee. Maar maar ja. Misschien is dat ook huh? niet waar, hè? Maar, maar waarom laat hij hem anders vrij na nog geen 24 uur? Ja. Dat vind ik extreem roleplay echt maar nog meest waarschijnlijk. Het parket barquette... uh... was ook ingelicht en zo, dus ik weet niet. Dat ja, maar... oh, dat, dat is... moet toch een reden zijn? Misschien Allee. kan hij een Mercedes winnen. <laughs> Maar als ze iets gedaan had, dan zou hij niet na een paar uur al vrijgelaten zijn. Right? Uh, nee, maar dat is ook... Okay, je ja, gewoon alle. Ja, het was een avontuurlijke avond, niks geslaagd. Maar ik zei het ja, Nog eens zo'n blogpost van iemand gelezen waar dat ook de SWAT in de VS op afgestuurd was. En ze weten dat het een anonieme beller is, gewoon om hem ja, bij zijn pietje te pakken. Mm. Maar wel met kinderen thuis en op hem afgestuurd. Dus... Ik was het niet. Jezus. <laughs> ik kan me wel voorstellen dat dat gebeurt. Hè. Maak dat mee, mm. aan... Fucking hell. Ja. ja die zei echt dat hij zo alleen dat die dan ineens zo kei politie met wapens op hem stonden en... ja die boodschap hebben gehoord dat ze hadden... niet alles in, in dat verhaal eigenlijk wat er al vroeger be... Dat lawaai voor de politie er was en jada jada maar ja. en dat kant... die politie een uur aan het zoeken zijn waarom zoekt je als het een ontvoering is ja, ah, okay. Okay. ja. tof dus alle Goeie... deuren opengebroken goed verhaal eigenlijk wel mm -hmm. ja. top ja, op zich ben ik nog wel blij dat we daarmee meegemaakt hebben. Ja, <laughs> fijn dat we daar nog zo lang zitten. Ja.